Een mens is niet gemaakt om helemaal alleen door het leven te gaan. En daarmee bedoel ik dat we verbinding nodig hebben met andere mensen. Knappert, even een sfeershot van Daantje. Ik heb het geluk dat ik ten eerste hele leuke vrienden heb en ten tweede mag ik een aantal ook regelmatig filmen. En ik krijg dan ook regelmatig vragen en opmerkingen over die vriendschappen en hoe ik eigenlijk met vriendschap omga. Dus laten we het daar eens over hebben. Goedemorgen, ik zit er weer. Ik weet niet of dat je het door hebt, maar ik moet iets meer zoeken naar onderwerpen voor de video's. Omdat alles gaat eigenlijk gewoon lekker zijn gangetje. Dus er dienen zich niet heel... vorige week wel trouwens zit ik net te denken. Er dienen zich wat minder onderwerpen aan om het over te hebben. Maar goed, vorige week natuurlijk wel even over die gast. Dus ik vind gast vind ik gewoon zo'n leuke term voor mannen. Ik weet niet wat dat is. Ik ben gast. Maar ik zat dus wel te denken, waar ga ik het dan over hebben nu weer? En ik weet wel een leuk onderwerp. Vriendschappen. Ik krijg best vaak vragen over vriendschappen. Hoe je bijvoorbeeld nieuwe vrienden kunt maken. Hoe ik mijn vriendschappen onderhoud. Toevallig heb ik deze week heel veel vriendschappelijke afspraken. Normaal verspreid ik dat een beetje, maar op de een of andere manier is het zo uitgekomen dat ik elke dag iemand zie, de komende 8 dagen. Nou ja, laten we het daar een beetje over hebben, terwijl ik je gewoon meeneem. Vind je dat trouwens ook gewoon leuk, die gewone meer huiselijke dingen, die minder dwingende onderwerpen om het over te hebben? Oh, tuurlijk. Dit soort dingen dus, dat het daar meer naar gaat neigen. Maar ja, ik laat het ook maar gewoon een beetje ontstaan allemaal. En om dan maar gelijk met een van mijn meest close friends te beginnen. Ik ging die middag naar Myrna. Wij kennen elkaar sinds de brugklas, dus reken maar uit hoe lang dat is. Reken dat maar niet uit. En ik ging naar haar huis, want ik moest haar ergens mee helpen. Oké, Myrna in de house. Ja, net terug van sporten. En ik dacht, ik nodig Sophie uit, want die is lekker handig. We gaan naar mijn klussen. We gaan een gordijn ophangen. Wat we daar dus voor nodig hebben, is een schaar. Een zaag. Ophangen inderdaad, een zaag. En dit is dan, ik durf het even niet op te pakken, want ik heb het net uit elkaar gehaald. Een plissé. Ik dacht plié. Nee, plissé. Wat is een plié dan? Dat is ballet. Oh, sorry. Ik ben zo ongeconcentreerd met dit soort dingen. Ik kan me gewoon niet focussen. Maar weet je, dat is ook, je moet hier gewoon ook nooit haast bij hebben. Je moet dit gewoon nooit doen. Jawel, het is wel echt een levenservaring. Ik kreeg hier even een déjà vu naar zo'n 18 jaar geleden, toen we allebei op kamers gingen in Rotterdam. Oké, nou, Myrna is er. Het is vandaag 29 oktober alweer. En we zijn een tafel in elkaar aan het zetten. Hè? Ja! Nou kan je alvast gaan oefenen. Voel je de druk? Ik voel de druk. Ik word niet alleen gefilmd. Ja, maar ik heb altijd van die kutte foto's. Waar is het? Nou, een hele lage lach is echt nog. Het is een kont. Nou ja, zoals je ziet, er is bijna niks veranderd. Onze humor al helemaal niet trouwens. Zo, dan kan hij hier nog met zijn vliebertje in zo. Zijn vliebertje? Zeg je dat ook tegen je minnaar? Hier kan je met je vliebertje in. Een vliebertje moet je altijd eerst even een vlieber maken, want anders is er gereed aan. Dan trekt hij zich terug in zijn vlieberhulsje. Ja, er moet een soort van opbloeien voordat hij... Hey, dat is ook de kracht van vriendschap, hè? Authentiek blijven aan jezelf. Ook als dat betekent dat je allebei af en toe nog 15 bent. Of 14. Oh, leuk dit zeg. Nou, ik vond echt een ontzettend leuk interview. Heel positief. De volgende dag was ik even druk in mijn huis bezig, want ik kreeg bezoek van Koos. Koos is ook een jeugdvriend. Ik ken hem ook sinds ongeveer de HAVO. Koos, doe het. Koos, doe het zo flauw. Hij mag wel afgevallen. Nee, maar de buren. Dit hoor je echt niet doorheen. Wat?
De meeste vriendschappen die ik heb zijn ontstaan op de basisschool en middelbare school. En misschien ben ik een beetje sentimenteel of hecht ik me te veel, maar ik vind het gewoon zo fijn en bijzonder dat we elkaar al zo lang kennen. Eigenlijk ben jij heel creatief, weet je dat? Ik ben heel creatief. Ja, hoe je bepaalde links legt, vind je echt heel creatief. En dit is mijn nieuwe camera. Vind je niet geweldig? Nee, ik vind het echt fantastisch. Ja. Heb je hem ik kan achter. Ik moet hem zo maar eens laten zien. Ja. Volgens mij is het een staaf met een oogje erop. Maar... Ja, het is een staaf met een oog. Het trilt ook, of niet? Je kent me te goed. Er zijn trouwens best veel mensen die vraagtekens zetten bij vriendschap tussen mannen en vrouwen en of het wel mogelijk is dat dat echt platonisch is. Ik denk van wel, maar... Ja, ik heb wel een maar. Kom ik zo op terug. Ik had ook andere schoenen aan moeten trekken. Ja, wel je mooie Timberlands, Koos. Ja. Wat doe ik je nou eraan? Ja. Kom, ga terug. Daar keek ik wel echt naar. Dus. Ja. In je torentje. String. Kijk, je kan er best wel kijken. Mensen die gaan wel worden. Het zijn geen mietjes zoals wij. Nee, ANWB wandelschoenen aan. Maar lekker ANWB. Ja. Ben ik soms best jaloers op, weet je dat? Ja. Ja hoor. Laat mij maar gewoon lekker 65 worden. Dan ga ik alles bij de ANWB kopen. Ja. En dan ga ik lekker... Dat was echt heel leuk met Koos. Even over vriendschap tussen mannen en vrouwen. Of zeg maar vriendschap tussen iemand waar je in theorie op zou kunnen vallen. Ik moet ook heel eerlijk zeggen dat met de meeste vrienden die ik heb... Ja, het zijn er een stuk of 6 die ik echt beschouw als mensen waar ik van hou. Met de meeste was er wel even sprake of even de vraag van... zou dit iets meer kunnen zijn? Maar ik denk eigenlijk dat het heel logisch is. Volgens mij doen we dat allemaal. Ik heb dat ook wel eens ergens gelezen, dat als je iemand ontmoet... dat je in principe toch even onbewust iemand in een hokje plaatst van... relatiemateriaal, seksmateriaal, platonisch. Ik denk ook dat het helemaal niet zo erg is als je misschien een beetje... Een zwak hebt voor elkaar, ook dat is natuurlijk niet per se dat daardoor die vriendschap helemaal niet mooi is, toch? Denk ik. Anderzijds, ik denk wel dat hierin communicatie heel belangrijk is. Dus niet dat je elkaar gaat zitten manipuleren of stiekem probeert te verleiden, want dan wordt het onzuiver. En het kan ook lastig zijn voor eventueel een nieuwe partner. Daar hoor ik ook best veel over. Dat partners dan gaan verbieden dat jij bevriend bent met iemand. Dat vind ik persoonlijk echt heel kwalijk. Ik denk dat het nooit een goed idee is om elkaar überhaupt dingen te gaan verbieden. Dat is helemaal niet je rol. En dan heb je ook helemaal niet respect voor wie iemand is of waar iemand vandaan komt. Ik kan me wel voorstellen dat je je zorgen maakt. Praat erover. Is het je eigen onzekerheid? Ja, ik vind dat zou moeten kunnen. Maar goed, ik weet dat heel veel mensen hier heel anders in staan hoor. Een van mijn exen was bijvoorbeeld ook heel goed bevriend met zijn ex. En dat vond ik eigenlijk alleen maar een geruststelling. Ik heb haar toen ook regelmatig ontmoet. Dat vond ik gewoon eigenlijk alleen maar heel mooi. En ook een geruststelling dat hij dus dusdanig emotioneel volwassen genoeg was. Dat hij op zo'n fijne manier met zijn ex om kon gaan. Dat gaf mij juist heel veel vertrouwen. Dat ik dacht, wat er ook gebeurt, het is gewoon een goede gast. Maar ik heb ook meegemaakt dat ik bevriend was met een ex. En dat hij een nieuwe relatie kreeg en ik moest helemaal weg. En daarna ging dat weer over en dan zocht hij mij weer op. En dan ben ik zo dat ik dat dan ook weer toelaat. Dat ik dan weer zeg, oh joh, welkom terug. Maar dat was ook niet helemaal zuiver. Maar ik denk, als je dus goed praat met elkaar. Als je eerlijk bent. Over je intenties, over je gevoelens. En misschien moet je elkaar ook niet te vaak zien. Ik zie Koos gemiddeld 1 in de 2 maanden. Nou, ik spreek Alwin elke dag, maar altijd in combinatie met Guilaine. Ik spreek mijn mannelijke vrienden wel minder. Ja, het is wel een andere setting. Je hoort nu wel als machine. Het klinkt alsof hij gaat opstijgen, hoor je het? Heftig ding, hè? Nu lekker koken. En nog even aan het werk. Dat moet ook nog tussendoor. Ja, ik weet ook wel dat het te flauw voor woorden is, maar zelfs tijdens de montage moest ik er weer om lachen. Volgende dag, even wat andere dingen aan mijn hoofd. Ik moest namelijk naar Rotterdam. Ik
geparkeerde Rotterdam. Ik ga heel even snel een koffie drinken met een soort collega. Ook een ZZP'er. Gewoon even een beetje netwerkachtig. En daarna krijg ik een peeling. Een onderhoudsbeurt voor de face. Maar ik had het toevallig nog met een opdrachtgever van de week over... hij vindt ook dat ik zo makkelijk contact maak met verschillende mensen. Dat vond ik heel lief dat hij dat zei. Vroeger was ik ontzettend onzeker. En ergens zit dat er nog... Ik blijf altijd het gevoel houden dat je gewoon... Ja, niet goed genoeg ben natuurlijk. Dat hebben heel veel mensen. Dat heb ik ook in veel opzichten. Maar ik heb gewoon op een bepaald punt besloten van... Ja, je kan wel alles erg hoog willen houden. En net doen alsof je... Ja, weet wat je doet. Maar je kan ook gewoon eerlijk zijn. Ik ga eigenlijk altijd wel contact in met... ten eerste met een soort positief vertrouwen. Ik heb heel weinig wantrouwen naar mensen toe. Sommige mensen vinden me daarin naïef. Ik denk dat wel meevalt. Want ik ben wel intuïtief. Maar in het eerste contact ga ik altijd helemaal van het goede uit, zeg maar. En ja, stel ik me dus eigenlijk helemaal open voor diegene. En heel vaak voelen mensen dat wel aan. Ook niet altijd. Er zijn ook mensen die mij echt niet trekken. Ik denk niet dat ze dat in mijn gezicht zouden zeggen, maar dat weet ik heus wel. Ik weet ook dat er mensen kijken omdat ze zich aan me ergeren en dat mag. Als je me lang genoeg kijkt, ga je van me houden. Zo werkt dat, dus blijf vooral kijken. Ik denk gewoon, toch als je het meest dicht bij jezelf blijft en je wel openstelt en een soort positiviteit geeft, dat je dan ja, heel makkelijk contact maakt en dat je iets kan opbouwen met iemand. Als je dat zou willen. En vriendschap is ook investering, maar dat komt er dan bij. En vraag altijd aan mensen hoe het gaat. Ook dat is zo'n ding. Ook bijvoorbeeld die arts waar ik straks naartoe ga. Nou, ik ben helemaal benieuwd hoe het met haar gaat. Ik denk dat ook veel mensen dingen niet durven te vragen of te zeggen. Omdat ze bang zijn dat het stom overkomt. Nou ja, dat risico dat neem ik gewoon. Ik denk soms ook achteraf wel eens van... Jezus, was dat niet heel raar dat ik dat vroeg of dat ik dat zei? Soms zeg ik dat dan ook achteraf van... Joh, misschien was dat een beetje raar. Maar als mensen merken dat het authentiek is of dat je het oprecht meent... Dan kom je ook eigenlijk overal wel mee weg. Neem even die mee. Zoals Koos zo mooi zei. Staaf met een oogje. Die trilt. Nee, het trilt niet. Helaas niet. Sorry. Ik krijg soms wel eens berichtjes van kijkers dat ze een beetje jaloers zijn op de goede vriendschappen die ik heb en hoe ik dat heb gedaan. Om te beginnen, 10 jaar geleden was ik er ook een stuk moeilijker in. Ik denk dat dat kwam omdat ik het toen moeilijk vond om mezelf echt te laten zien zoals ik ben, juist vanuit angst voor afwijzing. Maar sinds ik die drempel over ben gestapt en ik meer ben gaan investeren, ja, heb ik echt hele goede vriendschappen. Het heeft dus ook wel deels te maken met dat je jezelf durft te laten zien zoals je bent. Dat je durft uit te reiken naar mensen en ook dat je in staat bent om dingen te incasseren, laten we wel wezen. Ook binnen mijn vriendschappen gaan dingen echt wel eens mis, maar het gaat er vooral om hoe je daarmee omgaat. Dat je oog blijft houden voor elkaar en dat je dus in contact blijft. En ja, sommige vriendschappen eindigen ook gewoon en dat is ook oké, hè? Auw. Het is lekker, maar doe ook gewoon pijn. Willen jullie het zien? Ik denk dat je het kunnen zien. Kunnen jullie het zien? We hebben weer hierop gefocust. En hier. Ik bedacht me nog iets. Want ik heb heel lang staan napraten met een van die meiden achter de balie. En maak gewoon praatjes met mensen. Even een tip voor als je nieuwe vrienden wil. Je hoeft soms helemaal niet zoveel te doen. Of eigenlijk misschien juist heel weinig. Behalve gewoon jezelf zijn en je openstellen. Wat doet het zeer? Zie je allemaal rare bultjes krijg ik nou. Maar ja, ik doe het mezelf aan. Goed. Dat is weer voor een andere video. Ga ik het ook nog wel eens over hebben. Ik krijg zo'n vraag over die skincare. Ja, ik ga er wel eens een video over maken binnenkort. Wat ik nou eigenlijk allemaal doe. Even terzijde. Ik moet trouwens overmorgen alweer naar de stad hoor. Daar heb ik met een oude schoolvriendin afgesproken. Ook leuk. Ik hou wel echt van oude vriendschappen. Van oude contacten trouwens. Maar het is ook op het moment ook als ik iemand al lang ken. Echt in mijn hart heb gesloten. Dan vergeef ik mensen gewoon alles. Dat is misschien niet per se altijd goed. Ik heb ook wel niet zo heel lang geleden voor het eerst vriendschap zelf afgesloten. Dat was gewoon echt een hele onveilige vriendschap. Waarin ik... zo extreem moest opletten op wat ik zei en dat dingen zo onder een vergrootglas werden gelegd, vond ik echt enorm moeilijk, maar dat was een bevrijding.
Zo'n enorme nerd die een soort van een hele coole gast wil zijn. Het staat helemaal vast. Ik heb een domme keuze gemaakt. Ik ben over Zuid teruggegaan. Dan moet je sowieso via Zuid. Maar je hebt Zuid en je hebt Zuid. En dit is heel erg Zuid. Nu komen vrienden ook goed van pas. Kan ik even klagen bij Alwin en Guylaine. Ik ga nu even vertellen dat ik heel erg pijn in mijn bekje heb. Ja, je moet wat als je je verveelt in de file, toch? Ja. Ja, die arme vrienden van me. Die worden echt overal mee opgezadeld. Ik heb namelijk eigenlijk ook nog een verschrikkelijke date gehad. Toch, daar heb ik jullie niks over verteld, omdat ik had gezegd dat ik niet meer ging daten. En toen deed ik het toch, en toen was het echt heel erg. Maar gelukkig waren daar Alwin en Guylaine. Ik wil je, Delphi. En toen keek hij me heel goor aan. En hij raakte mijn been aan. Nou, en toen ging hij zo met dat enge bekkie zo tegen mijn mond aan. En ik sta dat dan nog toe ook, omdat ik nog niet officieel had gezegd dat ik niet met hem naar bed wil. Mensen, ik ben zo integer. Jij bent zo integer. Een unieke kluk. Echt, een ton er gewoon op. Nou, klinkt wel als een blijvertje. Oh, nee. Toch? Klinkt geweldig. Nee, maar serieus, ik ben hier wel echt enthousiast over. Ik had de laatste keer echt zo gelachen voor een voice memo. Ik moest net nog helemaal, ging helemaal stuk op. Zo, wat een verschrikkelijk verhaal. Ja. Dat jij weer meegemaakt. Dat is toch geweldig. Oké, dit klinkt allemaal een beetje hard, gemeen en akelig, maar geloof me, het was terecht. Misschien vertel ik het nog wel een keertje. Maar het punt is meer, het is zo fijn om dit te kunnen delen met goede vrienden. En door naar de volgende dag. En wat zijn nou, zitten nou die leidingen daaronder? Toen kwam mijn vader even langs om naar mijn huis te kijken en weer wat nieuwe verbouwingsplannen te maken. Ja, daar hoor je me ook nog wel een keertje over. Het is nog steeds een klushuis, dit zo. Ja, dat weet ik ook wel. Het is klussen, maar je tuin is wel qua ruimte, is wel echt stil. En daarna gingen we eventjes thee drinken. Hij gaat even op de schommel. Jij hebt ooit tegen me gezegd, vriendschap is hoeveel je bent bereid te incasseren van iemand. Ja, misschien zo. Ja, dat zou ik gezegd kunnen hebben, ja. Ja, hoeveel en wat je van mensen bereid bent te accepteren, ja. Ja. Dus van iemand waar je vriend bent, accepteer je dat zoveel dat de relatie in stand blijft. Dat iets wat je van andere mensen niet zou... Dat zou Heb je tips voor mensen die geen vrienden kunnen maken? Daar krijg ik soms vragen over. Dat vraag je iemand die zelf geen vrienden heeft. Dat is een goede vraag. Nou, je hebt wel vrienden toch? Ja, nee, vroeger toch wel meer vrienden. Ja. Zeker uit mijn jeugd. Ja. Toen ik jong was, hadden we veel vrienden. Ging ik me heel intensief met mensen vriendschappelijk om, toch wel. Maar waar is dat dan? Ja, het is een heel veel jaren minder geweest. Vooral toen ik in veel van mijn werk weg was. Toen ik vooral in Duitsland werkte. Was ik natuurlijk heel veel weg. Dus dan is dat minder. Nu soms ga ik wat meer vriendschappelijk met mensen om. Maar dat is toch vaak weer gerelateerd aan het vliegen of zo. Oh ja. Mensen waar je wat gemeenschappelijks mee hebt. Ja. Maar verder kijk, ik ben ook niet iemand, wat zou ik ook kunnen doen, lid worden van een toneelvereniging of lid van een boekenclub, ik noem maar op. Ja, sommige mensen vinden het heel moeilijk om vrienden te maken. Ik denk dat je het ook gewoon moet durven. Dat je dat contact moet durven zoeken. Durven sommige mensen niet? Vinden dat moeilijk? Je moet kunnen communiceren. Je moet in staat zijn. Je moet een zekere mate van empathie over je hebben. Er zijn gewoon wat dingen die nog. In een groep is het gewoon makkelijker, denk ik. Conformeren. En met z'n allen iets leuk vinden. Met z'n allen hou je van bijvoorbeeld muziek. Of je gaat kroegbezoek. Of uit eten. Of een sport. Ja. Dat is een grote vriendengroep. Ja. Daar kan je makkelijk in meehobbelen. Ja. Maar één op één vriendschappen, dat vraagt natuurlijk iets van mensen. Ja. Dat kan ik me zo voorstellen. Ja. Want ik heb zelfs met jullie dat ik liever met jou en mama één op één afspreek dan met z'n allen. Omdat ik toch het gevoel heb dat je minder contact hebt in de groepsverband. Sorry, ja. Dus. Nou, weer even bedankt voor je input. Er zijn heel veel verschillende vormen van vriendschap. En als je dit ziet en zelf meer vrienden zou willen, dan zou ik echt zeggen, ga erop uit. Maak praatjes, maak contact. Kom er af en toe hierheen dan. Denk nooit dat je niks toe te voegen hebt. Daarmee doe je jezelf echt tekort, want het is gewoon de kunst om de juiste mensen te vinden. De mensen die bij jou passen en andersom.
Probeer het gewoon. Soms is het makkelijker dan je denkt. Goedemorgen allemaal. Ben ik weer. Ik sta nu zeg maar op het punt om naar de buurtbus te gaan. En ik ga naar Myrna en naar het dorp. Hier slaap ik altijd met jou. Dat is altijd heel erg leuk. Vooral als je bovenop me klimt. Want je snurkt. Ik snurk niet. Je snurkt.